die mij doodschiet? Sir, we need to go to Ben Cota. Oh, hier is niks. Dit kon niet anders dan fantastisch gegaan zijn. Niet gelukt. Nee. Er hing iets omheen wat niet klopte. Ja, als je iemand iets gunt, dan krijg je ook heel vaak daar hopelijk iets voor terug. En ik hoop dat Victor mij iets gunt. Je hebt geen vrijstelling. Nou, not. Alleen Carolina kreeg bij de vorige test en executie haar scherm te zien. De rest van de groep gunde elkaar een vrijstelling. De musicalactrice was not amused, ook al was haar scherm groen. De Mol heeft dus nog steeds 7 kandidaten tegenover zich. Die kandidaten staat deze aflevering een grote verrassing te wachten. De mogelijke terugkeer van een machtig wapen dat alle ingezette jokers en vrijstellingen ongedaan maakt. De zwarte vrijstelling. De Nederlands Hervormde Kerk. Het Historisch Huis. Het Utrecht Bastion. Het Middelpunt, tegenwoordig het Moon Bastion. Het Klippenberg Bastion. Het VOC-wapen. En Hotel Weltevrede. 7 locaties die herinneren aan het Hollandse koloniale verleden hier in Gol. Door Nederlandse toeristen het meest gefotografeerde stadje van Sri Lanka. En dat is precies wat ik wil dat jullie ook gaan doen. Jullie krijgen 3 kwartier om bij alle plekken die ik net noemde een portret te maken van 1 of meerdere medekandidaten. Als jullie dat goed doen, verdienen jullie per portret €250 voor de pot. 1 tip, het gaat nooit lukken als jullie allemaal bij elkaar blijven. Veel succes! Zoals Art dat nogal cryptisch kan, was de opdracht voor ons weer niet geheel duidelijk. En hij ging ons echt niet meer vertellen. Moon Bastion, Utrecht Bastion, Hotel Weltevrede, Klippenberg. Iedereen voordat we begonnen was eigenlijk de helft alweer kwijt. En dan slaat bij ons meestal de chaos. Oké, jullie links, jullie midden, wij rechts. Jongens, gaan we hier naar links? Yes. Church. Dit is toch gewoon al een oud teken? Gewoon voor de zekerheid schieten? Ja, okay, ja. Maar wel met kandidaat erbij. Ah, gezellig. Moeten we wachten of hij er goed of die er wapperen. Staat. Ondertussen ja, kunnen we door, toch? Yes. I'm looking for the Dutch Reformed Church. Ah, yes. Yes, is can you tell me where it is? Is it close? Yeah, that is near Hollandse Bank. Bastion Utrecht. Bastion? Bastion. Utrecht. Fort Utrecht. Do you know Dutch places? Dutch places. What's the name? What's the name? Near the mansion. What's the name? The mansion. The mansion? Yeah. The mansion? Yeah, mansion. This is second Jansen. Carolina, Rick en Ezwet hier voor de andere kandidaten. Kunnen jullie ons horen? Commercial Bank. Commercial Bank. Je moet richting de Commercial Bank. Zet dat ding aan. Hallo. Hallo. Hij staat niet aan. Wij kunnen jullie ons horen. Hey, dus Commercial Bank. Commercial Bank. Daar is vlakbij de Nederlandse Hervormde Kerk. Daar begon Arts Dexman. Sir, do you know Dutch Mansion? The Dutch Mansion? Thank you.
Historisch woonhuis staat er. Highlights, Hollandse kerk, middelpunt Utrecht, dit hoort erbij. Wil je hem nemen? Tuurlijk, ja. Maar... Kunnen we ook spreiden? Moesten we niet, kom maar. Als je een foto maakt, moest dit ding dan bij degene zijn die... Nee, dat maakt niet uit. Ga maar staan. Zo wijd mogelijk, dan staat er het meest op. Ja. En pak, probeer dan die ingang in ieder geval mee te pakken. Doe eens leuk. Ja, het is hem. Hier spreken Carolina, Rick en Ezwet. Wij staan voor de Nederlands Hervormde Kerk. Bij de Hollandse kerk op de foto, iedereen met minder dan 2 tatoeages. Ik heb er 2, jij hebt er 1. Ik heb er 1. Ik heb er geen 1. Jullie 2. Dan gaan wij samen op de foto. Go. Yes, go. En het is, je gelooft het niet. Dit, hè? Maar dan moeten we gewoon... Kukelpapa. Kukelpapa. Zo, dat is mijn bijnaam. Dat ben ik. Is dat echt Martine? Hey. Iemands bijnaam is dus Muis. Dan moeten ze dan hier staan. Op de foto. Nou ja, het is toch toevallig dat onze bijnaam is. Lees nou even. Ja. Bij historisch huis op de foto. Spruitje. Dat ben ik. Jij bent Muis. En Kukelpapa. Jij bent niet Muis. Jij bent niet Muis. Dus Muis moet hierheen komen. Jij moet wisselen met Muis. Hier, wel tevreden. Ja? We staan voor het bord. Mijn broek staat af. Ja. Oké. Hallo, sir. Hallo. Ik heb ook nog gelachen ook. Dit is Martine. Wiens bijnaam is Muis? Over. Wiens bijnaam is Muis? Niet die van Marlijn en Victor. Over. Nee. Smiley. Wie is Muis? Over. Komt er iets uit? Oké. Okay. Moeten wij niet even over de porto doorgeven wat de andere namen zijn? Heb je het al gedaan? De andere namen. Dus niet Dutch Mansion. Jongens, ik doe even alle punten die we in totaal moeten vinden voor de zekerheid, voor het geval jullie ze vergeten zijn. Nummer 1, het historisch huis. Nummer 2, middelpunt. Nummer 3, Utrecht Bastion. Nummer 4, Utrecht Bastion. Wie is dit? Nummer 5, Hotel Veldvree ja. En het VOC-wapen. De Nederlands Hervormde Kerk hebben ze inmiddels gevonden. Dit is een hele belangrijke mededeling van Martine. Wij zijn op zoek naar iemand met de bijnaam Muis. Wie heeft de bijnaam Muis? Hierheen komen, over. Dat ben ik. Wie jij? Ik heb hier de Muis en dat is Rick. Wij zijn op de Lijnbaansgracht. Ik ga ze zoeken. Jullie moeten bij elkaar blijven. Veel succes. Voordat we begonnen aan Wie is de Mol hebben we allemaal een hele lange vragenlijst ingevuld. Van meer dan 20 pagina's lang. Met vragen over voorkeuren, over onze ouders, broertjes, zusjes, bijnamen, kranten en cd's. Op de kaartjes die staan bij elk historisch monument, daar staat duidelijk aangegeven wie daar op de foto moeten. Dus voordat je een foto neemt, kijk wie er op de foto moet staan. En dan gaan we daar hergroeperen. Dat hebben we al. Namelijk iedereen met minder dan 2 tatoeages. En dat zijn Rick en ik. En die foto is gemaakt. We lullen te veel. We moeten gaan. Hebben wij iets over het hoofd gezien? Er moeten mensen staan. Bepaalde mensen op de foto. Wij hadden helemaal geen briefje gezien. We hadden gewoon gedacht, yes, het hotel, die is binnen. Dus wij als een malle terug naar het hotel. Er stond inderdaad een briefje met een verhaaltje over het hotel en daaronder... Bij Hotel Weltevreden op de foto, voormalig inspecteur hondenbelasting. Dat ben ik! Echt? Ik ben voormalig onze inspecteur hondenbelasting. Dat meen je niet, waarom? Oké, ik doe het er niet. I don't know. Ik weet niet of ik dat had gezegd als ik ooit inspecteur bij de hondenbelasting was geweest. Ik denk dat ik iets minder enthousiast was geweest, maar in ieder geval... We hadden gewoon de goede man bij de goede plek. Ik was 19, hè, en student. Met het logo erbij. 1, 2, woe! Ja, jij moet de foto doen. Ja. Ben met midden? Heel goed, Rick. Het allermooiste aan deze opdracht is dat je hele bijzondere dingen over elkaar te weten komt. De koosnaam van Rick van de Westerlaken, presentator van het NOS Journaal, is Muis. Muis. Check. Oké, jij is terug naar waar je was. Eerste. Dank je, Rick. Over de hervormde kerk hoorde ik Ashwet zeggen... daar moeten de mensen op met minder dan 2 tatoeages. Ik heb ook geen tatoeages. Ik heb geen tatoeages. Maar daarom, waarom staan wij er dan niet op? Nou ja, dan heeft hij Marlijn het niet goed gedaan. Marlijn, voor Ashwet over. Zei jij nou dat de mensen op de foto moesten die minder dan 2 tatoeages hebben? Over. Ja, dat klopt. Dat hebben wij gedaan. Dat zijn Rick en ik. Maar ik heb ook geen tatoeages en Victor ook niet over. Kut. Oké, Marlijn. Komen jij en Rick dan nu naar de Nederlands Hervormde Kerk? Ja, dat is onzin. Ja. Iedereen behalve dan hebben we wel die foto, maar dan is iedereen weer bij elkaar. Laat die foto dan lopen. Shit, we komen erachter dat iedereen op de foto moet die 2 of minder tatoeages heeft. En de enige die 2 tatoeages heeft van de hele groep. Nee, maar 2 toch? Er worden maar 2 mensen op de foto, toch? Nee, minder dan 2 tattoos. Iedereen met minder dan 2 tattoos. Oh nee! De Moon Bastion. Is het close, de Moon Bastion?
Moon. 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 Yeah. Yes. Is moon. It? Moon. 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 Like moon. Yeah. You've got the sun. Yeah. Sun. But then moon. Moon Bastion. After 5:30. 5:30. Nee, hij heeft het over in de maan opkomt. Ja. Weet ik veel. Oké, okay, thank you. Bye bye. Om 5:30. Ja, om 5:30 komt de maan. Moet je daarheen? Dit is niks. Dat is niks. Nee, dat is het. Hier, dit is ook niet iets Nederlands. Old Dutch House. Old Dutch House. Staat dat er ook bij? Oh nee, het is een nieuwe Old Dutch House. Dat is natuurlijk een... We're looking for the moon, Bastion. Moon Bastion, you better go up from here. Okay. That is the flag, is the moon Bastion. Thank you very much, sir. Thank you. Ja, zie je dat? Het staat erin, het staat erin. Dat is een VC-spot. Dus dan moet hier... Hier moet het bordje gewoon ergens zijn. Hier, hangt hier iets? Ja. Margriet. Sorry. Het parool lezers. Ja, die moeten hierheen dus. Wie leest het parool? Nou, ik heb volgens mij het parool. Nee, ik. Ik ben het paroollezer. Luister. Dat kunnen we zeggen bij de klok. We hebben wel een goed referentie. Middelpunt. Ja. De officiële naam van dit bastion. Ja, dit ben ik. Ik ben het. Iedereen met New York als favoriete stad. Ja, maar ik ook trouwens. Oh, kut. Wat heb ik ingevuld? Ach, god. Vic, denk even goed na. Victor zei eigenlijk meteen... Ja, ik denk dat New York ook een lievelingsstad van mij is. Wat ja, hij staat zeker in het rijtje, maar... Staat hij op 1? Wat zijn je lievelings? Ga even naar welke 3 had je? Ik wist het niet meer zo goed. Chris hier voor beide portofoons. De vraag luidt, wie leest het parool? Marleen en Victor niet. Nee, ik. Dit is Rick. Ashwet leest het parool. Voor wie is New York zijn favoriete lievelingsstad over? Marleen, hier is Rick. Carolina en Rick hebben allebei New York als favoriete stad. Jullie moeten nu naar de grote klok komen. Wij staan bovenaan bij de grote klok. Over. Maar waar is die klok? Okay. Het bleek dat zowel Margriet, Carolina als Rick het als lievelingsstad hebben. Dus die moesten als een gek onze kant op komen. Dit is Rick. Ik ben onderweg met Carolina naar de vuurtoren en dan naar de grote klok. Over. Je moet niet naar de vuurtoren. Ik herhaal, niet naar de vuurtoren. Over. Je zei net zelf dat die grote klok tegenover de vuurtoren was. Rick, vraag naar het Moon Bastion. Daar staan wij op dit moment. Oké, even richting het schild. Martine en ik hadden beide het parool op nummer 1 staan. Chris leest het parool ook, maar niet als nummer 1 krant. Ik geloof als nummer 2 of 3. Oh, maar goed, hoor dan. Dus we hebben voor de zekerheid 2 foto's gemaakt. Wij waren natuurlijk aan het wachten op de andere New York-liefhebbers. Toen dachten wij, laten we vragen waar die andere plekken zijn waar we ook nog naartoe moeten. Ja, you find the lighthouse, you find the Utrecht Bastion. Okay. Luister, het Utrecht Bastion is bij de lighthouse. Moeten we daar naartoe, over? Ja, daar is nog niemand geweest. Over. Heel goed, je bent er. Te gek. Ja. Ook jouw lievelingsstad dus. Ja, dat is een klokkentoren. Yes. Vic, dit is Rick. We zien de klokkentoren. Oké, doorlopen en je moet naar boven. Wie heeft Krakeling als lievelingskoekje? Margriet heeft dat. Victor ook. Victor ook. Jullie moeten zo snel mogelijk naar de vuurtoren, over. Zodra Carolina en Rick hier zijn, komen we zo snel mogelijk naar de vuurtoren, Margriet en ik. Hier over. Ja, hier omhoog. Heel goed. We moeten iemand een foto laten maken. Waar is ons ding? Ik moest natuurlijk een beslissing nemen. Ga ik op die foto of niet? Ik heb het gedaan. Perfect, thank you. Victor en Margriet, waar zitten jullie over? Uiteindelijk moesten we naar de vuurtoren. Sir, the lighthouse. Over there. Thank you. Dat was weer echt een pokkenend lopen. Wij lopen in Lighthouse Street. Op weg naar de lighthouse dus. Loop sneller alsjeblieft, over. Wij zijn in een drafje onderweg. Met 45 graden. Dat hebben we geprobeerd, maar het bleek te ver. En de tijd was op. De tijd is op. Dus wij hebben dat nooit kunnen halen. Dat hadden we nooit gered. Zes foto's. Oké, juist. Portret. €250 voor de pot. De eerste. Deze, bij de Hollandse kerk.
Dat is niet goed. We hadden wat meer mensen op moeten staan. Tweede. Ja, onmiskenbaar. Hotel Weltevreden. En die is goed. Yes. Knap geposeerd hoor, Victor. Het middelpunt. Moon Bastion, zoals het nu heet. Iets fout. Er staat één persoon te veel op. Waarschijnlijk ben ik dat geweest. Hij wist dat hij twijfelde. Hij is er toch op gaan staan. En door zijn actie zijn we nu €250 misgelopen. Dan het VOC-wapen. Nou, deze is fout. De eerste. Maar deze is goed. Yes. Heel goed. En dan de laatste. Jullie hebben nu €500 voor de pot. Het historisch huis. Spruitje, muis en kukelpapa. Oftewel Margriet, Rick en Chris. Is goed? Yes. €750 voor de pot. Hier heb ik het. Alsjeblieft. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hey, kukelpapa. Op dit moment zit er €3950 in de pot. In aflevering 4. Ik weet niet of het een laag record is, maar veel is het niet. Heb jij de portefeuille bij je eigenlijk? Oké. Zullen we dat nog even doen? Wat? Die pot bekijken. Misschien moeten we Margriet maar eens even aan de tand gaan voelen hoeveel geld er nu in de pot zit. En of daadwerkelijk het bedrag is wat we tot nu toe hebben binnengehaald. Er is natuurlijk een kans dat Margriet gewoon de mol is en dat zij al vanaf dag 1 met al ons geld op zak loopt. Rick wil het heel graag, ondanks dat hij heel vaak zegt dat het niet hoeft. Maar hij is wel altijd degene die daarover begint. Het is wel gezond om zo nu en dan te veranderen. En waarom zou ik het niet kunnen? Ik kan het best. Kukkelpapa, wat vind jij dan van het spruitje? Dit Spruitje. Dat ze de pot willen verwisselen. Ja. Als jij zou moeten kiezen, wie mag dan penningmeester zijn? Ja, spruitje of spruitje muis? Of wil je gewoon dat het in ieder geval van spruitje weggaat? Nee, ik vind dat we in ieder geval moeten variëren qua penningmeester. Omdat het gewoon, ook al heeft ze het fantastisch gedaan. Ja, weten we nog niet. Het is mij werkelijk om het even, zolang dat maar niet Ashuet, Chris en Martine zijn. Volgens mij wil Muis dat heel graag. Ja. En Spruitje vindt dat goed. Alleen, ik vind dat de rest, onder andere Koekenpapa... Ja. Die moet daar ook iets over zeggen. Koekenpapa vindt het prima. Ja. Wij zien jullie een dagobe. Dat is een boeddhistisch bouwwerk dat je eigenlijk overal ziet hier in Sri Lanka. Ze zijn heilig omdat erin reliquieën worden bewaard van Boeddha. Een stukje haar, tand, zoiets. Rondom deze dagobe staan 12 schaaltjes met daarin inhoud die voor jullie van groot belang kan zijn. We staan in een cirkel die jullie straks één voor één afleggen. Je mag zelf bepalen waar je begint en ook welke kant je oploopt. Maar als je een schaaltje voorbij loopt, mag je niet meer terug. Je mag de inhoud van één schaaltje meenemen. Als je keuze hebt gemaakt, dan verlaat je de cirkel met meer kennis dan je opvolgers. En je weet hè, kennis is macht. Nog wel iets belangrijks. Een van de schaaltjes bevat een bom. Als je daarop stuit, is het einde oefening. En ook niet onbelangrijk, die bom
die blijft in het spel. Deze bepalen de volgorde. Die smaak. Ik trok nummer 1. Ik dacht wel van, nou, dat is volgens mij vrij positief. Want ik zou alles ook dan eventueel, als ik dat zou willen, mogen bekijken. En ook anderen dan eventueel kunnen adviseren. Zowel negatief als positief. Die mag als eerste. Martine. Succes. Ik had er maar 1 getrokken en ik koos er ook voor om naar schaal nummer 1 te gaan als eerste. Daar zaten 2 jokers in. En dan moest ik dus de keuze maken of dat te pakken, of zowel naar rechts of naar links. En toen zat ik zo'n beetje te checken en toen zag ik eigenlijk niks. Ze zaten heel ver weg. Ik bleef bij de keuze van schaal 1. Ik vond het heel spannend, want ik dacht, ze moeten dit niet zien. Ik heb ze onder mijn shirt verstopt en ik ben weggelopen. Ik zou naar rechts gaan. Naar rechts? Ik zou naar rechts gaan. Maar wat is gaan. Rechts? Ja. Daar ben ik begonnen. Toen ben ik naar rechts gegaan. Dat is een aanrader. Ik trok nummer 2, dus Martine ging mij voor. Dat betekende voor mij dat er 6 mensen nog niet waren geweest. Dat betekent dat er nog heel veel snoep in de pot lag. Martine zei, ik zou naar rechts gaan, want dan zit je goed. Nou, dat was bluf, want ja, rechtsaf, ik had dat helemaal niet gezien wat er rechts was. Het verbaast me eigenlijk dat ze daar eerlijk over is geweest, want wat ze zei, dat klopte. Ik liep naar rechts en ik zat goed. Het eerste kommetje wat ik tegenkwam, daar zaten 5 jokers in. En toen heb ik besloten om maar gewoon meteen te stoppen en niet eens verder te kijken. 2 jokers in mijn achterzak. 2 jokers in mijn sokken. En de 5e bij mijn grote vriend in mijn onderbroek. En het allermooiste, ik denk dat het niemand is opgevallen. Als 2e kwam Ashford naar beneden met een hoofd alsof hij in een diepe depressie zat. Soms denk je dat dingen nog mooier kunnen worden, maar don't be too greedy, dat is echt mijn advies. Don't be greedy. Misschien heeft hij wel helemaal niks, misschien heeft hij een joker of een vrijstelling. Ik heb geen idee. En toen ging ik naar boven en ik vond het heel spannend. Dat jullie weten wat erin ligt, maar is het niet zo van, als we het delen komen we verder en dus, weet ik veel, halen we meer geld in de pot of, ik weet het niet. Samenwerken bedoel je? Dat denk ik. Om te zeggen van oké, ik ben daar bij dat getal geweest, daar ligt het niet. Ik ben daar geweest, ligt het ook niet. Ik ben begonnen bij bakje 4. En ben vervolgens doorgelopen naar bakje 5 aan de linkerkant. En daar zag ik 2 jokers liggen. Ik vond het echt zenuwslopend. Als je gaat denken wat er misschien nog meer zou kunnen zijn, dan loop je de kans dat je dus met niks naar huis gaat. Onderaan die dagoba stond ik alweer te twijfelen over 4. Nee, doe 8. En vervolgens, zoals het bij mij eigenlijk ook met de menukaart gaat, constant twijfelen en het verkeerde bestellen. Ik veranderde naar nummer 7. Daar aangekomen trof ik de bom. Ik kon mezelf al van mijn kop slaan. Mijn zoektocht daarboven aan die dagoba was afgelopen. Maar wat ging ik de groep vertellen? Not good. Not good? Wat dan? Ben je ontploft? Boom. Echt? En waar zit de boom? Zeg het tegen ons. Aangezien ik dus niks heb. Ja. Wil je dat anderen ook niks hebben of juist wel op zoek gaan naar geld? We moeten veel meer samenwerken. Ja, maar dat... Samenwerken doe je niet in je eentje. En aangezien niemand wat zegt, houdt iedereen zijn mond. Het is dat wat iedereen doet. Wij zijn nog niet geweest. Dat doe je dan. Hoe kunnen wij samenwerken? Terwijl wij moeten allemaal nog. Wij zijn niet geweest. Wij kunnen nog geld binnenhalen. Als je dat zegt, dan kunnen wij nu ons voordeel met z'n allen meedoen. Wij kunnen nog centjes in de pot stoppen. Want er ligt geheid geld, anders is er geen opdracht. Ja. Ik koos ervoor om te delen met de groep.
De bom ligt op nummer 7. Oké. Okay. Zonder iets terug te vragen. Gewoon niks. Victor is de Labrador van Wie is de Mol 2015. Al snel, dacht ik bij mezelf. Brand, wat ben je een oelewang. Ja, het is net Russisch roulette. Je loopt naar boven. Ik koos voor bakje 10. Ik hoefde niet te twijfelen, ik hoefde niet verder te kijken. Ze mogen best wel weten dat ik iets aardigs heb. Maar wat het is... Ja, waarom zou ik dat vertellen? Ik ga naar 12 en ik ga vanaf 12 lopen. En ik zorg dat ik stop voor 7. Eerste bakje, leeg. Tweede bakje, leeg. Derde bakje, leeg. Alles leeg en moet ik naar 7. Vierde bakje. 500 euro. Yeah. Voor jullie, hè? Voor jullie. Ik lig de laatste tijd niet zo heel erg lekker in de groep. Ik dacht, ik ga vrienden worden. Yes, sure. Wil jij hulp van mij nu? Ja, want ik ga jou dingen vertellen. 12 ligt niks, 11 ligt niks, 10 ligt niks. 9 lag dit. 8 weet ik niet. 7 is een bom. Go left. En haal geld eruit. Don't be greedy. Mijn mol is voor mij. En waar komt de mol mee naar beneden? Met geld. Waarom doet zij dat? Om natuurlijk te ontmollen. En toen dacht ik toen naar boven, wat ga ik hiermee doen? Ik begin nog steeds op nummer 6. En ik ga nog steeds weg van nummer 7, de bom. Dus toen ik bij 6 aankwam en daar 250 euro zag, dacht ik van, dat is perfect. Want de mol brengt heel weinig geld op die manier binnen, maar wel geld. Dus dan ben je ineens weer de kandidaat die de pot wil spekken. Dus toen ik dat geld zag, heb ik gelijk dat die bepaald van, oké, of ik ben die gozer die niet serieus wordt genomen, of ik ben de mol. Dus 1500. Leurie verdient. Ja. Hey, goed geluisterd en ook dankzij jullie, want jullie hebben geholpen. Kennis is macht, zei ik vooraf. Er is nog een gouden regel bij Wie is de Mol. Je speelt dit spel alleen. Jullie hadden er dus voor kunnen kiezen om in ruil voor je kennis... bijvoorbeeld een joker te vragen van je opvolgers. Hebben jullie niet gedaan. Waarschijnlijk omdat jullie een andere tactiek hadden. Eens kijken wat die heeft opgeleverd. Geld voor de pot. Wie heeft dat gepakt? Ik zie 250 en 500 euro. 750 euro voor de pot. En ik hoop dat jullie verder tevreden zijn met wat jullie gepakt hebben. Eén ding nog. De zwarte vrijstelling. Die lag er ook tussen. Tot morgen. Toen dacht ik, wat nou als ik zeg dat ik een zwarte vrijstelling heb? Je hebt hem niet gezien. Ik heb hem ook niet gezien. Ik heb hem gezien en ik heb hem niet gezien. Het komt voor mezelf goed, want ik heb de zwarte. Oh. Wat? Ze heeft een zwarte vrijstelling. Ja, wat heb ik er eigenlijk aan, vraag ik me af. Neutraliseren van de andere. Ja, ik bedoel, het is niet heel erg. Maar ben je er nog blij mee? Nou, ik ben nu even niet zo blij met dat ik het gezegd heb misschien. Ik was op zich wel blij. We weten niet wanneer je hem gaat inzetten. We weten dat hij in spel is. Wie hem heeft, maakt niet uit. Jij kan bepalen wanneer je hem inzet. Dat is natuurlijk jouw grote voordeel. Want dat weten wij niet. Dus wat dat betreft heb je nog steeds de macht. Er is er eigenlijk niet wezenlijk iets veranderd. Als jij toch helemaal niks gezegd had gisteren, moet je nagaan wat voor klok je had kunnen uitdelen. Maar dat kan ze nog steeds. Ja, het is iets. Ja, natuurlijk, maar nee, dat kan ze nog steeds. Maar als niemand het geweten had, hadden we het er niet over gehad. Dat is toch eigenlijk wel gek. Ik heb gisteren gezegd dat ik de zwarte vrijstelling heb. Nou, die heb ik niet. Het ligt er maar net aan hoe zeker je bent over jezelf. Ja, dat is waar. Het is in ieder geval duidelijk
dat ze nog niet precies weet wat ze met die zwarte vrijstelling gaat doen. Martine, waar zou je hem voor ruilen? Heb je iets in de aanbieding dan, Ashwet? Nee, maar een heleboel andere mensen wel. Misschien zet ik die mensen op een idee, weet je? Heb jij dat niet, Rick? Wat? Iets in de aanbieding. Nou, misschien wel. Ik had drie jokers. En om die in te kunnen zetten, moet je natuurlijk wel zeker zijn dat er niet iemand een zwarte vrijstelling inzet. Ik wil met jou wat overleggen. Als ik die jokers ga inzetten bij de test en jij hebt de zwarte vrijstelling erin, dan zijn ze niks waard. Ik zou graag willen dat je mij inzijnt wanneer je die zwarte vrijstelling inzet. Als je dat doet, dan zet ik dus de joker niet in de test en dan geef ik er eentje aan jou na de test. Even over nadenken. Soms lijkt het wel alsof sommige kandidaten niet doorhebben wat voor spel er wordt gespeeld. Een spel waarin list en bedrog de boventoon voeren. En waarin blind vertrouwen keihard wordt afgestraft. Op één persoon na, de mol. Die ziet hoe de groep opereert en slaat toe wanneer het kan. Bijvoorbeeld bij de volgende opdracht waarbij de kandidaten gezelschap krijgen. Een laatste kans om strategisch te spelen voordat er weer iemand naar huis moet. Goedemorgen. Ik heb nu iets voor jullie. Jullie krijgen van mij een privé-eiland ter beschikking. Dit eiland is door de eeuwen heen het thuis geweest van schrijvers, vorsten, rocksterren en andere excentriekelingen. Omdat het precies dezelfde vorm heeft als Sri Lanka, heeft het de klassieke Griekse naam van het land gekregen. Taprobane. Om de bevolking in deze regio beter te leren kennen, heb ik wat mensen uitgenodigd voor een borrel. De gasten wachten op jullie op het eiland. Zorg ervoor dat je weet wie iedereen is. Het is geen formele aangelegenheid, dus je mag iedereen bij de voornaam aanspreken. De borrel duurt nog zo'n 3 kwartier. En na afloop nemen jullie uiteraard persoonlijk afscheid van iedereen. Veel plezier. Toen we aankwamen varen, dan zie je echt zo'n pittoresk eilandje, eigenlijk alsof je in een film zit. Ja, dat was echt een heel mooi eilandje, met heel veel groen en bloemen. Oh, kijk nou, feest. Ja, dat is een feest. We kwamen binnen en het was meteen al feest. Dansgroep die ons fantastisch onthaalde met plaatselijke dans en we voelden ons gelijk ontzettend welkom. Ja. Het was echt prachtig. Wow. Ready to party! Okay. Mingle, mingle. We deelden ons op in groepjes en de bedoeling was eigenlijk dat we met verschillende mensen aan de praat zouden raken, kennis zouden maken en dan de naam zouden onthouden. Ik zou met Ashwet op pad gaan. Althans, dat dacht ik, maar Ashwet die trok volledig zijn eigen plan. Four beautiful princesses. Want hij zag zoveel mooie meisjes staan. Ashwet. Ik dacht, ik ga socializen met alle leuke dames op het eiland. En de most beautiful? Nou? Albi? Avishka. Avishka. Hello. Nice to meet you. What's your name? Eerste naam was Carmen. En dacht ik, oh, nou, dat moet wel gaan lukken. Nou, en naast hem zat Wishuwen. Margarita. En toen dacht ik al, oké, hoe gaan we dit onthouden? Chantime. Chantime. Sumede. Sumede. Priyanka. Priyanka. Br of rr. Mandele. Mangal.
Rumini. Sandoni. Sandoni. Deze mensen, hun namen zijn natuurlijk totaal verschillend van onze namen. Hebben een andere klemtoon. Chan. Duma. Duma. Nice name. Nice to meet you. Chan Duma. Het zijn niet de Piet Jan Kees van deze wereld. Dat zijn natuurlijk de Nupres Napakak en de Sulan Hamahia. Chaminder. Yes. Chaminder. Ja. Kaminder. Ja, bro. Chaminder. We hadden een systeempje. Dat was eigenlijk niet zo heel aardig naar onze gasten toe. Dat we bij ieder een naam een associatie maakten van hoe klonk het. You can go. Nice to meet you, washandje. Washua, met washandje. Salamander, denk ik gewoon aan. Het kan minder. Ja. Chaminder. Ah ja, kan minder. Kan minder met een mooie lach. Zo hebben we die arme mensen allemaal een soort van bijnaam gegeven. Your name is Amanda. Yeah. Thank you. Thank you for having an easy name. Yeah, I know it's easy. Y'all are at the party now. What's your name? Masin. Yeah. Iresia. Siripal. Sachini. Iresia. Ariaviti. Siripal. Sorry, Siripal. I come to you. How are you? Darunga. 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 Dit was natuurlijk een feest. Ja, deze zijn moeilijk, jongen. Ik heb echt de moeilijkste hoek momenteel te pakken. Oké, let's do it again. Eén naam was echt onmogelijk om uit te spreken. Hij had een intonatie die ik niet echt kon nadoen. Wat is dit lachen, man? Zijn jullie al helemaal naar beneden geweest? Ja, ik ben zojuist beneden geweest. Stoor dat je niet zo. Eitje. Hoort. Zal ik ze opnoemen? Ja. La la la! Ja! La la! Ja, zie je! Wat denk je nou? Ik kreeg het echt zo naar mijn zin. Tikkie dikkie. Oké, nou dag. Sumede, go killer, Chamika. Chintaka. Chintaka. I have to remember your chin. Chintaka. That's the one. Betu en Wassander. Meneer Chinna had een behoorlijke kin. En meneer Betu zag er wat moe uit. Dus die wilde naar Betu. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Je spreekt Dutch. Wauw, amazing. Kleine beetje. Best veel. Best veel, een kleine beetje. Sadini Bagia. Yes. Jij moet gewoon alle vrouwen doen. Denk je dat ik aan het doen ben? Dat gaat helemaal goed. Eshwet, die heeft gewoon een heel goed fotografisch geheugen. En die weet precies dan met name het vrouwelijk schoon goed te onthouden. Melissa. Nadine. I only know the ladies' names. En ze vonden hem fantastisch. Ze liepen echt met hem weg. En hij begroette ze ook alsof hij ze al jaren kende. Alsof hij vanavond nog met ze de kroeg in ging duiken. Die jongen, die had de dag van zijn leven. Chanduma, Sally. Yeah. You're getting married? Yes. Congratulations. It's an honor to be here. Beautiful necklace. Very beautiful. Beautiful clothes. Do you know where the bar is? Ja, dat was echt geniaal. Iedereen liep rond, was een socializer, probeerde namen te onthouden. Kusum. Je zag iedereen struikelen over die hele mooie, ingewikkelde Sri Lankese namen. Droppen. Een druppel. Zij met de druppel. Ja, hij komt mee naar Nederland. Ja. En heb jij een vrouw kunnen meenemen? Hey, I'm Dean. Victor. Nice to meet you. He's going home tonight, so... Okay. You can fly with him. Los ervan dat het heel mooi er allemaal uitzag en mensen heel vriendelijk waren, waren wij ook druk bezig, Carolina en ik, om te onthouden hoe ze heten. Siliconen. Siripaal. Siripaal. In het begin denk je, ik krijg het nooit in mijn hoofd. Maar uiteindelijk vond ik dat wij daar best in slaagden. Drie kwartier hebben jullie gehad om jullie gasten beter te leren kennen. Zoals ik al zei, 75 man in totaal. En die gaan natuurlijk niet met lege handen naar huis. Zorg ervoor dat iedereen een afscheidscadeautje meeneemt met zijn of haar naam erop. Dat doe je als goede gastheer en goede gastvrouw. Veel succes. Oké, bij de tas staan. Ik wil maar bij de tas staan. Ik ook wel. Ik heb wel heel veel namen in mijn hoofd. Dus, jij ook, jij hebt er ook wel veel namen in je hoofd. En Sjoerd, jij mag niet bij de tas. Jij hebt al die meisjes. Ja, jij moet voor de meisjes. Je hebt alle meisjes. Voor de meisjes. Wow. Ja, en laat elkaar zoveel mogelijk helpen. Hè. Dus als je bij de tas staat, maar je weet toevallig wel wie die meneer of mevrouw is. En wij weten allemaal niet, roepen het dan. We waren met z'n achter en waren 75 mensen.
Dus dat zou in principe te doen moeten zijn. Jongens, even goed naar die namen kijken alvast, hè. Ramani. Roepa. Roepa was van een roepie. Met een pukkel op de neus. Ja. Ik weet wie Tjanna is, dat weet ik. De gasten gingen naar huis en wij stonden bij de trap klaar om bij de juiste mensen de goede tasjes te geven met de juiste naam. Oké, ik wil alvast Sali en Chanduma. Sali en Chanduma wil ik. Dat is bruidspaar, toch? Ja. Hier. Hier go, Chanduma. Sali, I want a bag for Sali. Ja, rustig. Wil je ook nog dingen ophangen? Want we zijn het aan het zoeken, snap je? Voor mensen die nu op een trap staan. Sali aan het zoeken. Maar ik ben ook iemand aan het zoeken, dus misschien kan je het laten hangen. Kan ik ze al geven? Op een gegeven moment stond iedereen bij de tasjes of iedereen stond bij de mensen op de trap. Er was totaal geen overzicht. Oh, ze komen alleen maar naar beneden die ik niet ken. Toen de taxi is klaar, bij wijze van spreken. Dus het was een beetje chaos, maar het ging nog best aardig. Is this your name? Chanty. It's good. Oké, thank you, Stuti. Ja, Ashwet, daar zijn ze. Daar zijn je vrouwtjes. Randy. Wat opvallend was, is Ashwet zei, doe mij de meisjes maar. Oh. Dit is dus Ranmini. Ramini. Ashwet met zijn meisjes, die kende ieder meisje uit zijn hoofd. Hier is Go Nadine. Melissa, Melissa. Doordat het beeld mooi is, heb ik niet heel veel moeite met het te onthouden. Zorg dat je doet wat je leuk vindt. Die tip heb ik altijd gekregen. Hoe gaat het met jou? Goed. Goed. En met jou? Chili powder. Chili powder, come on. Pium. Nice to meet you. Ja, we hadden allemaal behoorlijk veel namen verzameld eigenlijk. What is your name? En dat ging eigenlijk heel goed. Aquila. Aquila, oh kijk, ik heb Aquila net zeggen. Ik ben bang dat we in die chaos een aantal misplaatste tasjes hebben gehad. Patum, is dit your name? Marisha. Tony? No good. Patum. Not good. Not good, not good. Sirpal. Hallo. De gasten zijn naar huis. Ik hoop dat jullie ze goed hebben leren kennen. De vraag is, hoeveel namen jullie precies, exact, juist hebben onthouden? Denken jullie dat er tussen de 20 en de 30 zijn en dat klopt, verdienen jullie €250 voor de pot. Zijn dat er tussen de 30 en de 50 en dat klopt, €500 voor de pot. 50, 75, €1000 voor de pot. En hebben jullie alles goed, 75 namen, €2000 voor de pot. Voor alle duidelijkheid, als het niet goed is, €0. Ook als het meer is, als het minder is, €0. Je moet in de juiste categorie zitten. En toen moesten wij zeggen hoeveel tasjes wij dachten juist te hebben uitgereikt aan de juiste personen. En er kwam een discussie los. 30 en 50. Dat is mijn gevoel ook. Dat denk ik ook. Dat is veel, jongens. Want dat is best wel veel. Ik zeg zelfs 50, 75. Ja, denk ik ook. Denk ik ook. We hebben er echt heel veel goed. Denk ik dan? 50, 75. Ik denk een treetje lager. Ik denk 50, 75. We hadden er echt veel goed. Ja. Onder andere dankzij Ashwet. Want Marlijn en ik hadden er ook echt wel veel goed. Maar hij had er echt heel veel goed. Wat doen we? Nu het antwoord. 30-50 nu stemmen. 50-75. Ik hoor 30-50, ik hoor 50-75. 50-75. Ja, dat waren er maar drie. Magriet, Chris en ik. 1, 2, 3. Oké, we gaan het weer. We doen het antwoord. Het woord. Okay. 30-50. Jullie onderschatten jezelf. Ik zei het. Ik ook. 65 goed. Wist het zeker? Ook. Hoeveel? 65. Ja, en toen ging het bij mij eventjes, de emotie. Ik had er al 15 of 16. 10 fouten maar. €1000 hadden jullie kunnen verdienen. €0. Ik zei het toch. Oh ja, bij de familiefoto's was er eentje van de mol. Tot straks. Blijkbaar stond in de villa op het Taprobane-eiland een foto van de mol. Nou, lekker dan. Want als ik dus goed omheen had gekeken, dan had ik misschien wel een van mijn medekandidaten op die foto herkend. Waarom let ik nou nooit op als het moet?
Wat ga je doen? Jij vroeg me of ik in ruil voor een... informatie? Knikje. Mm-hmm. Een joker wil hebben. Maar ja, oké, ik wil de deal wel maken. Okay. Dus ik geef jou een seintje. Als ik hem inzet. Oké. Okay. En tot die tijd is het fijn. Maar weet je of je dat nu al, want de test is zo meteen. Weet je nu al of je hem inzet of niet? Ik ga hem nu niet inzetten. Oké. Okay. Dan zet ik zelf één joker in. Ja. En dan na de test geef ik jou die andere. Ja. Ik heb zelf twee jokers. Ik krijg na deze executie, als ik er nog in zit, nog één joker van hem. Ja, het voelt best goed. Ja? De volgende ronde. Hier. Ik denk dat ik Martine kan vertrouwen. Want ik heb het zo geregeld dat Martine die joker pas krijgt als haar zwarte vrijstelling niet inzet. Dus van de drie ben ik er nu al eentje kwijt. Ineens komt Rick op mij af. Ik wil even met je praten, zegt hij. Ik had geen idee. Het enige wat ik weet is dat hij me gisteren vertelde dat hij een joker had gevonden bij de opdracht bij de Dagobah. Het waren er drie. Niet. Ja. Hij heeft gisteren drie jokers gevonden. Ik wil mijn andere joker aan jou geven. Niet. Ik wil dat jij meegaat naar de volgende ronde en dat we elkaar blijven steunen en helpen. En zodra jij iets voor mij kan doen, ja, dat jij dat dan ook voor mij doet. Een vliegje uit je ogen halen. Bijvoorbeeld. Dan doe ik dat. Of gewoon een vrijstelling of iets dan delen. Dan doe ik dat. Ben je lief? Misschien wordt dit wel weer zo'n historische mislukking, als we vaker hebben gezien bij Wie is de Mol, dat een kandidaat totaal trapt in het verhaal van de mol. Maar ik vertrouw er maar gewoon op dat Marijn een medekandidaat is die samen met mij naar de finale reed. Ja, dit is echt, dit is goud. Ongelooflijk. Hij gaat meteen de onderbroek in. Ik heb er gewoon weer een. En ik heb er niks voor hoeven doen. Dankjewel, Rick. Tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Ik denk dat Margriet een vrijstelling heeft. Ik denk dat Rick een vrijstelling heeft. En ik denk dat Carolina ook iets in bezit heeft. Eshwet heeft een joker in het bezit. Dat heeft hij verteld. En Martine heeft een zwarte vrijstelling. Dus ja, tricky. Ik verdenk een lieve vriendje Rick, omdat hij iedere keer ervoor zorgt dat er dingen niet goed lopen. Hij zaait verwarring en dat vind ik heel irritant. Ik blijf zetten op mijn twee grote mollen, Margriet en Chris. Ik blijf ook inzetten op Carolina. En misschien dat ik ook wat op Victor ga zetten, maar ik weet het niet. Ik zal die joker hard nodig hebben. Kijk, ik wil geen tunnelvisie hebben, maar ik kan niet ontkennen dat Margriet het meest op mijn netvlies zit. Ik kan nu niet checken of dat gevoel oké is. Dus het is altijd linkersoep. Het blijft linkersoep. Mijn twee mannelijke hoofdverdachten blijven Chris en Rick. Omdat het twee intelligente kerels zijn en ik het allebei een goede mol zou vinden. Bij de vrouwen ga ik nog steeds voor Carolina. Ik denk dat ik toch weer ga spreiden over drie. Marlijn, Chris en Martine. Ik heb 5 jokers. En ik hou rekening met het feit dat Martine haar zwarte vrijstelling inzet. Dus ik denk dat ik 1 joker ga inzetten. Waarmee ik enigszins op een gelijk niveau zou kunnen komen met anderen. Ja, dan heb ik maar 1 joker verloren. En heb ik er nog 4. Ze hebben te veel. Er zijn vrijstellingen, er zijn stapels jokers. Het werd me een beetje te gortig misschien, te heet onder de voeten. Dus ik dacht, ik knal hem erin. Bij sommigen brandden de jokers in jullie zakken. Maar ja, moest je ze nou wel of niet inzetten? Dat is een lastig dilemma, want ja, die zwarte vrijstelling.
Als die bij deze test in het spel is gekomen, vervallen alle ingezette jokers en vrijstellingen. Aan de andere kant, als je geen of minder jokers inzet, vergroot je het risico dat je naar huis moet. En voor alle duidelijkheid, deze keer is er geen ontkomen aan. Zometeen gaat één van jullie naar huis. Er zijn bij deze test heel veel jokers ingezet. Dan zijn ze iets waard. De zwarte vrijstelling is ingezet. En dus staat iedereen weer gelijk. Ezwet, voor de eerste keer ga jij je scherm zien. Ik ben compleet perplex. Ik begreep het niet, want we zaten op hetzelfde spoor. En de test die ik heb gemaakt is op hetzelfde spoor als de test die Ezwet heeft gemaakt. Maar toch heeft hij het uiteindelijk niet gered. Ik spreek je. Ga je mee, Ezwet? Yes. Dit is wel een emotionele achtbaan waar je in terecht bent gekomen. En ik had niet verwacht dat ik zo emotioneel zou reageren. En je bent de eerste keer je scherm. Ja. En dan meteen rood. Ja. 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 Hoe kan dat nou? Ja, misschien toch te veel op één persoon ingezet. Zonde. Zo toppe gozer. Ik heb het echt niet snel komen. Hij was met Chris, waren jullie twee vrienden in het spel. Ja. Jullie hielpen elkaar waar het kon. Ja. Jullie waren samen waar het ging. Ja. En nou is hij in zijn eentje. Nu is hij in zijn eentje, ja, dat is vervelend. Maar zo gaan die dingen. Hij overleeft het wel. Maar hij weet ook niet hoe hij ooit die test gemaakt heeft natuurlijk. Nee, hij heeft nooit echt een scherm gezien. We hadden allemaal, denk ik wel, een brok in de keel dat Ezwet weg moest. De Benjamin van de groep. En ja, het was gedaan met de vrijstellingen. Hij moest het op eigen kracht doen. En ineens was het afgelopen. Maar je had vijf jokers. Ja. Maar waar ik wel echt heel erg rekening mee hield, dat is ook gebeurd. Dat de zwarte vrijstelling is ingezet. Ja, zo zie je maar. Je kan wel 20 jokers hebben, maar als die wordt ingezet, hebben we er niks aan. Hé, hey, en toch de zwarte vrijstelling ingezet, hè? Zij was het niet. Wie was het dan? Jij. Omdat ik zwart ben? Nee, be honest. Dankjewel dat je erbij was. Dankjewel. Goeie reis. Yes. Die kant op. Yes. Onze afspraak was... Ja, dat jij hem niet zou inzetten. ...dat ik een jover zou krijgen van je als ik hem niet zou... En dat heb ik niet gedaan. Martine ontkent bij hoog en bij laag dat zij degene is die hem heeft ingezet. 450. 500. We missen €200. Jullie gaan een rondleiding geven aan jullie medekandidaten. Gaan we voor geld of gaan we voor jokers? We gaan voor jokers. Lijkt me logisch. Wat gebeurt hier nou? Er klopt iets niet. Er klopt ergens iets niet. Liegen of de waarheid vertellen kan het verschil maken. Zou het wel gewoon in het midden liggen? Hier op het Madoeganga-meer drijft Nederland. Je moet van pakketje naar pakketje gebracht worden. De PTT toch ook niet? Dit is niet de PTT, dit is